waren net bij de Amerikaanse begraafplaats. Jammer genoeg werd onze gutsen niet toegelaten. Maar ja, wij gaan nou eenmaal nergens heen zonder gutsen, dus dan gaan we gewoon verder. We gaan maar nu naar Omaha Beach. Ik denk dat hij daar wel gewoon het strand op mag. Ben benieuwd. We zijn inmiddels op Omaha Beach. D-Day, 6 juni 1944, operatie Overlord. De geallieerden kwamen hier aan, op het strand, ze kwamen hier aan wal. Gingen tekeer tegen de Duitsers. Nou ja, the rest is history, denk ik. We hebben Gutsen nu wel bij ons. Hij mag wel het strand op. Het is een prachtige strand. Als ik het nu even omdraai, dan zie je achter mij hele mooie rotsformaties. Het water is het verrassend helder. Maar we gaan eens even kijken, want we zien een aantal monumenten in de, voor ons. Dus we gaan kijken wat we daar kunnen vinden. We zijn eindelijk aangekomen in Mont Saint-Michel. Bleek vanaf Omaha Beach toch nog gewoon 120 kilometer te zijn. We hebben er lekker rustig over gedaan. Ik had een eco-score van 94 op 100, dus dat is wel goed. Achter mij zie je een brug die ze hebben aangelegd van het vasteland naar Mont Saint-Michel. Kijken we omhoog, dan zien we daar die hele mooie kerk. Maar ik moet wel zeggen, het is hier wel verschrikkelijk druk. Hordes mensen overal. Gelukkig is het ook verre van commercieel. We vergeleken het met een soort outlet store à la Rosada of Bataviastad. Het is hier echt ontzettend druk. Dus als je op zoek bent naar iets heel kleins en niet toeristisch, ga je hier zeker niet heen. Maar wel echt een must visit, want het is wel heel bijzonder om hier op te zijn.